Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van The Video Corner. Ja, het is 1 januari. De beste wensen namens ons. Ik hoop dat jullie een fijne jaarwisseling hebben gehad. Vandaag zijn we weer terug op 1 januari met 2 films en 1 serie. We beginnen met Rebel Moon Part 1, A Child of Fire. Die bespreek ik met jullie. Berlin, La Casa de Papel, spin-off. Die doet Mirza. Yes. En tenslotte Aquaman and the Last Kingdom. Die is aan mij. Die zijn jou? Yes. Ja. Onze DC-mannetje inmiddels. Hij is getransformeerd in een DC-mannetje. Transfer gehad. Ja, willen jullie weten waar we het over hebben? Check de vorige aflevering. Yes. Daar heeft Hakan een uitspraak gedaan. Dat de menig Marvel-fan zijn hart doet breken. maar voordat we verder gaan. Jongens, hoe is het met jullie? Hebben jullie fijne jaarwisseling gehad? Hebben jullie iets gedaan? Hebben jullie alle vingers nog? Dat zijn allemaal belangrijke vragen. Even alle 10 nog. Ja, ik heb ze ook alle 10. Ik heb ze alle 10 nog. En nog belangrijker, hebben jullie de aflevering teruggeluisterd van The Special? Nee, man. Ik niet. Ik ook niet. Maar ik luister nooit afleveringen terug. Dat klinkt heel raar. Ja, maar dat klinkt niet heel raar. Madonna luistert ook nooit naar haar eigen muziek. Oh, echt? Is dat zo? Je vindt het niet raar dat ik jou over niveau Madonna en... zei ik Maradona? Ik bedoel Madonna. Ja, je zei Maradona. Dat vind je niet raar dat ik jou op een Madonna level zet? Nou, vind ik niet. Nee. Ik vind dat ze een beetje op dezelfde level zitten. Jij me lager in? Is dat het? Nee, wat jongen. Ja, dat mag ik hopen. Nee, ik vind het gewoon een beetje ongemakkelijk om mijn eigen stem terug te horen. Ja, snap ik. Maar ik zit daar in edit en zo. Ja, jij zit in edit, dus jij moet het, zeg maar. Ik vond het best wel leuk. Ja. Ik zat ondertussen ook te appen met jullie, terwijl ik aan het editen was. Ja, Maar jij ook niet? Ik heb nog niet terug. Geen tijd gehad? Nee. Doe je nooit tijdens het werk of zoiets? Ja, niet naar onze podcast. Je vind je raar. Maar doe je nooit podcastje luisteren tijdens het werk of zo? Zeker, ja. Ik heb daar niet echt meer de vrijheid in. Niet? Nee, want ik zit de ene keer aan mijn bureau, dan zit ik ergens aan de andere kant van de loods. En dan zit ik weer bij iemand op kantoor iets te installeren. Dus. Ja, ik moet zeggen, met editen en zo is ook wel lastig. Want je wilt dan ook gewoon het geluid horen van wat je edit. Ja. Dus heb je altijd dingen. Maar als ik wat anders doe, dan heb ik meestal wel een podcastje in, ja. Deze aflevering van ons duurde 1 uur 48, dus vermaak je wel, denk ik. Dat denk ik ook, ja. En oprecht, het was, al zeg ik het zelf, het was best wel leuk. Even een kleine throwbackje gedaan naar hoe het allemaal is begonnen voor ons. Zeker. Hè? Nog belangrijkere vraag. No. Wat hebben jullie allemaal gekeken nog de afgelopen 2 dagen na de special? Heb je nog wat gekeken? Nee, ik eigenlijk niet. Ik heb, na de special niet meer. Maar wat me wel opviel, denk ik, staat op Netflix. The Rookie. Waar ik het laatst over had. Oh ja, ik zag het ook voorbij komen. Ja. En ik dacht bij mezelf dat jij het op Netflix hebt gekeken. Omdat je het... Nee, ik had via VPN via een Amerikaanse... Via een Amerikaanse website had ik gekeken toen. Oh, nu hoeft dat niet meer, want hij Wij gebruiken echt zo fucking veel VPN. Wij moeten eigenlijk gewoon nooit VPN of zoiets als sponsor. Ik heb eigenlijk wel, hè. Ik heb nooit VPN via werk. Dus dat is ideaal. Dan kan ik maar als sponsor moeten wij wel. Ja, oké, dat wel. Ja. Dat zal wel ideaal zijn. Schrijf het even ik heb een keer naar die prijzen gekeken. Nou, dat is wel prijzig. VPN. Nee, juist niet. Moeten we nu gewoon een soort van dingen doen? Een soort van... Jongens, gebruik allemaal NordVPN. Hey, open doen. Sollicitatie. Ja, we hebben jullie gepromoot. Heb jij nog wat gekeken, Orin? Ik heb iets gekeken, ja. Ik ben The Curse ben ik aan het kijken. The Curse? Dat is dan een serie van de Benny Safdie onder andere. En hij heeft een hele unieke look en feel. Muziek, noem het maar op. Hij speelt ook in Oppenheimer. Je ziet hem naast de auto zitten wanneer de explosie afgaat met de bril op. Oh ja. Hij is de guy die H-bom wilt bouwen. Oké. Okay. En dus ja, ik was dus The Curse aan het kijken en dacht bij mezelf, ik ga Good Time weer terugkijken. Good Time is, daar speelt hij onder andere zelf in. Het is ook een Safdie Brothers production en regie en noem het maar op.
Hij is dan de broer met een handicap. Of handicap en zijn andere broer die... Ja, die is een soort van overvaller en die pleegt dan overval. We hebben deze ook als een keer als kijktip gehad. Okay. De andere broer is dan overvallen en dan plegen ze samen een overval. En die gehandicapte broer die komt dan vast te zitten. En hij moet dan voor zijn bil moet die geld bij elkaar rapen die nacht. En dan overkomt hem van alles en nog wat. Ja. Maar is het een aanrader? Ja, zeker. 4,5 heb ik hem gegeven, man. Oh, lekker. Ja, ja sowieso. Een good time, heet hij, zei je? Good time, ja. Maar Safdies hebben sowieso vrij unieke stijl, man. Die Uncut Jams en zo. Oh ja, ja, ja. Dat is ook een Safdie. En ja, die is ook gewoon gruwelijk. Ja, maar ja, als je een gruwelijke stijl hebt, betekent niet altijd dat je film goed is. Dat hebben we gezien bij Zack Snyder. En daarmee wil ik doorgaan naar de eerste film. Nee, doe dat maar eens. Rebel Moon Part 1, A Child of Fire. Rebel Moon Part 1. Een film gericht zit door Zack Snyder. Jongens, zoals we altijd beginnen, ik wil één woord van jullie. Of een aantal woorden. Gewoon even een korte sum-up. Ik wil je eerste emotie. Eerst verwarrend. Verwarrend? Ja. Ja. Oninteressant. Oninteressant. Ik heb ook slaapwekkend, man. Ja. En ik zou je zeggen waarom ik slaapwekkend heb. Ik had echt slaap tijdens het kijken van deze film, man. Ik heb echt film in 4 of 5 stukken gekeken. Ja, ik ook. Ik heb hem 4 keer gekeken. En Zack Snyder, daar valt veel over te zeggen. Mm-hmm. Vrij unieke stijl. Super tof. Maar zijn film, zijn verhalen zijn altijd gewoon shit. Ja. Maar ik begin eerst met jullie jongens. Wat vonden jullie van de film, los van één woord? Of wil je je woord nog toelichten? Kan ook. Ja, verwarrend gewoon, zoals je zegt. Ja, ik weet niet. Ik was een beetje... Ja, in de war. In de war. Gewoon, ja. De film maakte hem in de war of zo. En kijk, ik verwachtte er best wel veel van op een of andere manier. Zeker, ja. Er is ook heel veel promo voor gemaakt. Ja, precies. Heel veel promo en dat soort dingen. Maar uiteindelijk niet echt... Ik weet niet. Je hebt er geen woorden voor. Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Dat is ook het mooie. Ja. Het is wel een rare film eigenlijk. Ja, ik heb dus gelezen dat hij ChatGPT heeft gebruikt. Nee, wacht. Dat zou me niet eens verbazen. Nee, dat zou me serieus niet verbazen. Nee, man. Dat waren gewoon een aantal dingen wat ik heb gelezen op internet. Iedereen zegt van, heeft ChatGPT gebruikt. Ja. Want zeg maar heel eerlijk, het is een heel simpel story, toch? Ja. Planeet wordt overgenomen en daar gaan zij wat tegen doen. Mm-hmm. Schijnbaar heeft hij die ideeën voor deze script ook al sinds de jaren 80 of zoiets liggen. Ja, daar wou ik ook nog even. Mag ik even op aanhaken? Ik ken dit verhaal op een of andere manier. Snap wat ik bedoel? Ja, het is ook een beetje mengelmoes, denk ik, man. Van, Weet je wat me aan deed denken? Heb ik ooit lang geleden gezien. Dat blijkt een van de beste films te zijn. Seven Samurais of zoiets? Ken je dat? Oh, van... 1950 of zo. Akira Kurosawa. Volgens mij wel. Ja. Zwart-wit. Ja, zwart-wit. Maar sowieso, Kurosawa is... Ja. Maar ook andere films die ik ooit heb gezien, kan er echt niet op komen. Het is best wel een simpel verhaal van dat iemand strijders gaat zoeken om iets te verdedigen of zo. Ja. Het is niet echt origineel, heb ik het idee. Nee, dat sowieso niet. Man. Dingen, dat is vrij... Dat is echt Zack Snyder. En ja, look and feel, daarmee kom je er eigenlijk niet. Look and feel kom je er niet of zoiets. Dat toont deze film echt aan. Want een klein beetje nerd talk dan nu, hè? Zack Snyder heeft echt een unieke stijl van filmen. Bijvoorbeeld als hij Justice League maakt of wat dan ook maakt, doet hij dat heel anders dan de gewone hero movies. Hij gebruikt altijd een vintage lens. Een 0.9 heeft hij dan bijvoorbeeld voor Army of Dead gebruikt. Dat had ik dan toevallig gezien. Die wordt dan gerestaureerd en noem maar op. Dan heeft hij dus een hele depth of field. Heel hoge depth of field. Dus heel hoge focus. Long lens gebruikt hij. Dus heel lang. Waardoor de focus nog... dieper is. Hij gebruikt desaturation. Dat houdt in lagere felheid in kleur. Dus je hebt saturation, desaturation. En hij heeft hele erge slow-mo's, doet hij. Tot wel, 300 frames per seconde of zoiets. Dat is echt belachelijk traag. Nee. En een bleach bypass noemen ze dat. Dat is dan weer nog verder nerd talk. Dat is als jouw film negatieve de bleach overslaan tijdens het omzetten naar het positieve. Daarmee heb je desaturated colors, hoge contrasten en je exposure gaat omlaag. En daarmee krijg je dus heel veel zwart tinten. En als je dan ook kijkt, ik weet niet of je Justice League en zo hebt gezien. Ja, ik wil. Er zit heel veel diepte heel veel diepte in die dingen, contrasten, weet je wel. Zwart en overbelicht, dat verschil is echt extreem. Mm-hmm. En dat is dan een bleach bypass. Dus
Hij heeft een heel unieke stijl, heel toffe stijl. Alleen zijn films zijn altijd shit. Oké. Maar was dat tot nu toe altijd wel goed? Was dat altijd een succesformule tot nu toe? Het is altijd gewoon leuk om naar te kijken, om te zien wat hij heeft gecreëerd. Ja. Maar het verhaal is altijd shit. Enige verhaal die ik wel tof vind, ik zeg eigenlijk, Zack Snyder moet alleen maar van dit soort verhalen maken. En dat is 300. Oh, ja. Alleen die, wat hij ook heeft met die depth of field en die ultra slow-mo's en dit en dat. Dat zie je ook allemaal terug in 300. Mm. Alleen op een of andere manier 300, dat is zo'n geschiedenisverhaal. Dat is gewoon echt super tof of zoiets. Mm. Voor hem. Ja, ik weet ook niet hoe ik het moet verklaren. Maar een heldenfilm vind ik nooit iets voor hem of zo. Ja. Want de heldenfilms die hebben meestal toch al een standaard look wat we gewend zijn. De wide angles, heel veel saturation. Hè? Zo'n pak van Superman of zo moet heel veel kleur hebben. Klopt. Maar dan doet hij juist het tegenovergestelde. Dus ik vind hem meer een type gast die gewoon films als 300 en zo moet maken. Ja. En minder actieheldenfilms. Of actieheldenfilms, superheldenfilms. Ja. Dus ja. Hebben jullie nog wat op- of aanmerkingen over de film? Kijk, misschien klinkt dat klinkt het heel raar. Je valt er stil van. Ja. Maar ik bedoel, nee. Maar wat mij... Ja, dit klinkt misschien heel raar, maar weet je wat me opviel? Ja, sorry. Kijk, ik heb meestal als ik een film kijk, wil ik me soort van inbeelden hoe het zou zijn. Wil ik me een beetje... Hoe heet dat? Dat je soort van... Je zoekt een beetje diepte. Je zoekt een beetje diepte in het verhaal. Diepte en ik wil me dingen voorstellen. Ja. Dus, en ik had niet echt het idee... In wat voor jaar dit zich afspeelde. Want ook qua kleding. Ja. Het was een middeleeuwse mensen met middeleeuwse liedjes. Ja, was het niet de toekomst? Space. Was het met high tech. Maar is dat de toekomst? Ja, dat we dan een soort van de wereld is vergaan en dat we opnieuw moeten beginnen. Ja, dat is het denk ik. Zijn als mensheid wel heel erg achteruit gegaan blijkbaar in de toekomst. Toch? Want met dat dorpje, dat was dan gewoon heel middeleeuwse kleren en... soort van, wat zaten ze achter met een tamboerijn te spelen? Ja. Dat deed me een beetje aan RuneScape maar denken. Heel veel films zijn zo, toch? Dat hij komt op een gegeven moment dat cafeetje binnen. En dat doet je weer denken aan de westerse wereld. Weet je wel, met de cowboys en zo. Dat hij zo'n bar binnenloopt. Maar het speelt zich allemaal weer af in space. Ja. Ja. Maar het heeft ook geen diepte of zo, man. Nee. Maar Creators hier eigenlijk een goed voorbeeld van. Ja. Van 2023. Dat Creator heeft ook echt een zieke wereld gehad. Maar verhaal is wat minder. Mm. Maar bij The Creator zat er nog een soort van diepte in. In de zin van communisme versus kapitalisme. Ja. Of mens versus robot. Dus er zat nog een iets van een laagje of zoiets op. Maar ik heb hier... Ik merk helemaal niks. Ik heb gewoon als een leek gaan staan kijken naar deze film. Ja. Er zat helemaal geen diepte in of zoiets. Ja. Maar is dat dan misschien... Moeten we daar misschien in de toekomst op letten? Van, er is wel heel veel promotie voor gemaakt voor deze. Hè? Ja, dit moest het eigenlijk zijn voor Netflix dit jaar. Ja. Maar by the way, de trailer van de tweede is inmiddels uit. En daar is wel heel veel actie. Is het misschien een soort misschien is dit een beetje een introotje, weet je wel. Een bekendmaking van het verhaal. Ja, een soort van een get-together van het team. Ja. Want de villain die leeft nog. En by the way, die villain. Ik vond echt villain echt een matige villain. Ja. Ik dacht bij mezelf, oké, daar heb je zo'n verhaal. Daar heb je zo'n sci-fi shit. En... ga dan gewoon all out, betreft die villain, weet je wel? Maar net als bij 300, had hij echt zo'n zulke vieze villains. Had hij gewoon zo'n dikke gast bijvoorbeeld en zo. Die zat op een troon en noem het maar op. Mm. Doe dan gek, weet je wel? Dit was gewoon een SS'er, weet je wel? Veel zo'n slanke SS'er. Ja, klopt. En ik had echt iets van, hoe kan deze gast zo sterk zijn? Geef hem één trap en hij ligt, weet je? Maar er zijn ook... Ik weet niet, ik vond de film, oninteressant. Want... jij moet dit juist interessant vinden, eigenlijk, toch? Nee, ik hou van sci-fi films. Maar ik heb hier echt... Ik stond te kijken. En ik heb ook reacties op internet gelezen van... alsof het een remake is van Star Wars. Is alleen dat ze dan... aan het einde van een film gaan ze dingen helemaal in elkaar mixen en dat soort dingen. Ja. Dat ze daar een dronken DJ hebben neergezet... en dat hij er maar van wat heeft gebakt, weet je wel? Dat het gewoon misging op de mixplaat of zo. Ja. Dat soort reacties lees je op internet. Maar ik heb niet echt veel zin om part 2 te kijken. Nee, dat was mijn tweede vraag. Want we hebben niet dit gezien. Willen we part 2 überhaupt nog zien? Ik heb de trailer niet gezien, dus ja. Ja, er zit wel heel veel actie in de nieuwe. Ja. Maar ja, heb je er überhaupt zin in? Ja, want... Bij deze hadden we ook heel veel verwacht, toch? Zeker. Ja, van deze had je veel verwacht. Ja, en je kunt niet als kijker alleen maar part 2 kijken. Je moet die eerste, anders snap je hem niet. Ja, en dat is echt een soort van hel waar je doorheen moet gaan. Ja, maar dat is dan moeten we van moeten de mensen kijken of de luisteraars deze film checken... overslaan tot wij deel 2 hebben gezien. Juist, ja, dat is inderdaad. Hey, en Michiel Huisman. Wat vond je daarvan? Ik dacht echt op een gegeven moment in het begin... Mm.
kwam die Willem binnen. Hij liep zo op die huisman af. Ik dacht, hij gaat hem niet doodslaan. En dacht ik, wat een anticlimax. Gaat hij nu al dood? Ja. Een kwartiertje gaat hij nu al dood. Ja, dat klopt. Maar dat was die niet andere het geval. Maar nu hebben we het ook voor jullie verpest. Ja, maakt niet uit. Je mist niet veel. Maar je hebt ook op een gegeven moment de scène. Dan dacht ik, dit moet in één keer denken aan Harry Potter. Welke? Met die, wat is het? Een griffin? De griffin, ja. Ja, met die griffin. Met die dingen, ja. Klopt. Dus die adelaar met een paardenlichaam. Ja. Maar we zitten wel heel te negatief te doen. En ik misschien even iets positiefs ertussendoor. Ik vond de muziek best wel chill. Hey. Toch? Ik vond de Achterhoek represent. Nee, ik vond de muziek best wel passen. Shout-out naar Tom van Holkenburg. A.K.A. Junkie XL. Ja, toch? Ik denk stiekem dat hij daar misschien van af wil stappen of zoiets. Ja, misschien wel. Ja. Want hij eert de eerste hele tijd Junkie XL. Ja, en nu is hij 50 plus of zo. En dan denkt hij bij mezelf, ja, Junk, is dat nog wel? Dat is niet anno 2024, kan dat nog wel? Dus zijn recente films, die komen de hele tijd als Tom van Holkenburg op Apple Music en zo. Nee, ik vond de muziek best wel passen op een of andere manier. Ja. Ik vond hem best wel... Ja, zijn stijl is ook echt wel uniek voor dit soort films. Ja, ja, precies. Ja. En Mad Max bijvoorbeeld ook gruwelijk. Ja. Hij heeft altijd die trommels zo. Doedum, ja, inderdaad. Heb je wel eens zijn YouTube-kanaal gecheckt? Hij heeft in zijn studio in Los Angeles, volgens mij woonde hij in Los Angeles, heeft hij in zo'n hoek, daar staan echt allemaal trommels en dingen uit de hele wereld. Zelfs een Turkse darbuka heeft hij ook. Nee joh. Ja. Hij heeft gewoon allerlei trommels, maar hij heeft echt zo'n mega trommel waar je zo op moet slaan met twee handen. Oh, wat je altijd in een Chinese film ziet. Ja, bijvoorbeeld. Maar als de keizer komt... Juist. Maar dat is wel echt gewoon, voor dit soort sci-fi films met veel actie, is zijn stijl uniek. Ik zou niet zeggen, het is beter dan Hans Zimmer. Dat zou ik niet zeggen. Want eerlijk is eerlijk, Hans Zimmer, ik luister bijna nooit geen klassiek muziek, maar voor naar een Hans Zimmer concert zou ik wel gaan. Snap je? Dus ik zou hem niet vergelijken met Hans Zimmer, maar... Misschien bereikt hij die status nog wel. Misschien wel. Toch? Wie weet in de toekomst. Jongens, we gaan naar de cijfers. Naar de cijfers? Ja. 5,7 op IMDb, Tomatometer, 24%. Oei. En een audience score van 62 en op Letterboxd scoort hij 2,1. En ik heb even gekeken, dit is een van zijn laagste films op Letterboxd. Dus, maar de audience score, dat valt nog best wel mee. Dat valt best mee. Maar het is ook een beetje misschien dat wereld dat hij heeft gecreëerd. Sci-fi fans echt zeggen van, oh mijn god, dit is vet. Hij staat ook op nummer 1 op Netflix. Ja, maar ja, omdat het een nieuwkomer is. Dan. Ja, iedereen omdat kijkt. Maar ik denk ook wel dat heel veel mensen teleurgesteld zijn. Weet je waar ik ook in teleurgesteld ben? No. Fucking Nederlanders. No. Waarom staat die open haard op nummer 2 op Netflix? Je kan zo'n open haard livestream kun je checken. Heb je dat niet gezien? Nee, man, ik heb dat niet staat gezien. Op nummer 2 staat die open haard die je ook op YouTube live kunt openen, weet je wel? Ga je daarvoor een Netflix abonnement afnemen voor de open haard? Lekker, man. Heb je Netflix hier openstaan? Hier, check eens even je top 10. Nummer 2, Top Gun, Maverick. Ja, doe eens vernieuwen. Maar dit zijn alleen die films, toch? Of is dat specifiek voor jou? Ik zag die open haat stond vandaag. Dit is gewoon top 10. Top series? 10 series. Oh, ja, en dan wat was die bovenste? Wat was die bovenste? Alleen op Netflix. Nee, die. Films. Films voor een Nederland. Ja, dan moet je eens naar top die mix gaan of Nederland. Zoiets. Of hier heb je die mix. Hier, als je naar dat lijstje gaat. Ondertussen, terwijl jij dat lijstje zoekt. Mirza, ik wil van jou een conclusie en rating. Conclusie en rating. Een hele verwarrende... kutfilm. Eerste deel van Rebel Moon, laat ik het zo zeggen. Is het verwarrend omdat het deel 1 is, denk je? Nee, het hoop je? Ja, weet ik veel. Ik wou dat ik hem niet had gezien, laat ik het zo zeggen. Nee, ik hoop wel dat het tweede deel dan veel beter is en veel leuker. Zoals ik al zeg, het enige lichtpuntje is de muziek. Weet je wat, als ik een cijfer moet geven, dan geef ik er 2,5 voor. Ja, 2,5. Ik heb precies hetzelfde. Ja. Ik had sowieso zijn stijl is vrij uniek. En tegelijkertijd vind ik ook van hij komt te vaak weg omdat hij zo'n unieke en goede stijl heeft. Maar tegelijkertijd, die film is gewoon shit. Maar tegelijkertijd is zijn stijl ook hard. Ja. En muziek was ook goed. Het is hard omdat hij niet van... 2,5. Ja, maar het is hard dat hij niet van zijn stijl afwijkt. Dat ook. Blijft continu. Dat is wel... Ja. Ook al heeft hij kritiek gekregen. Ja. Jij? Ja. Ik heb ook 2,5 staan hier. Enig argument nog? Ik weet niet. De film pakt je niet, man. Nee. Je blijft niet aangehaakt, weet je wel. Ja. Wat we wel bij de volgende film hebben. Oh, over de volgende film gesproken. Ja. Of serie is het? Serie, inderdaad. Je bedoelt twee films hierna.
Nee, laten we naar de volgende serie gaan. Volgende serie bedoel ik. Naar Berlijn. Hermanos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Feliz Navidad. Yeah. Feliz Navidad, ya. Muy bien, muy bien. Vamos a Berlín. Valencia. Yeah. Vale. Iniesta, Iniesta. We gaan het hebben over Berlín, de Vamos. Serie. Berlín. Vamos. ¿Cómo está? Mijn Spaans is niet zo goed. Kunnen we in Nederlands verder, jongens? Mijn Spaans is niet zo heel goed. Nou ja. Hey, by the way, Hakan, yes. Jij zei zo net dat je hem Engels hebt gekeken. Ja. Hoe durf je? Ja, hoe durf je? Hoe durf je? Vind je het gek dat mijn Spaans niet zo goed is? Dan ga ik ga draaien zo naar jou. Maar eerlijk gezegd, Berlin heeft echt een super toffe stem. Ja, ja zeker. Hij is gewoon hij is een beetje de Gerard Ekdom van Spanje. Jongens, de serie in één woord. Niet af kunnen kijken. Niet af kunnen kijken. Niet af. Oké. Okay. Nu ga je die woorden ga je af kunnen kijken. Kijken. Twee woorden. Hakan? Ditto. Ditto of dito? Dito. 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 Idem dito. Okay. Hij heeft te veel ik heb hem ook niet afgekeken. Nee, ik heb hem ook niet afgekeken. Maar tot nu toe vind ik... Wat is jouw argument? Mijn argument is clear. Weet je? Jullie weten het. Ja, precies. Wat is jouw argument? Ik heb het druk. Je hebt het druk. Oké. Okay. Ja, dat kan. Nee, maar ik kwam gisteren... 29ste kwam die uit. De 29ste, ja. Ja. Kwam die uit en... Ja. Nee, ja, voor mij... ja, jullie weten het. Ik heb... Ja, omstandigheden. Omstandigheden, kan gebeuren. Nee, voor de luisteraars en de kijkers zal ik even uitleggen waar deze serie over gaat. Die is uitgekomen op 29 december op Netflix. Het is een prequel op de La Casa-serie. Waarbij de focus ligt op Andres de Fonolosa. A.K.A. Oh, dat is een Berlin. 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 Zeg Berlin? Berlin. Ja, goed zo. Ik heb de eerste twee wel gekeken. Hier hebben ze wel officieel echte namen. Dat is bij dingen niet, bij La Casa. Hoe je echte namen? Ja, je hebt gelijk. Ja. Bij de andere hebben ze van die steden en zo. Maar toen... Ja, maar... Nou, in ieder geval samen met zijn bende willen ze 44 miljoen aan juwelen stelen. Uit de veilingshuis. En dan gaat hij doen met zijn bende. Ja. Wel een masterplan. Wel een masterplan. Maar of dat gaat lukken... Dat is nog de vraag. Mag ik? Ik denk misschien dat het leuk is als ik begin, omdat ik maar twee afleveringen heb gezien. Ja, zeker. Ja. Zeker. Wat vind je? First impression. Ja. Ik twijfel nog of ik het af wil kijken. Mm-hmm. Maar dan moet ik maar even aanhoren wat jullie ervan vinden. Ja. Waarom? Waarbij ik bij La Casa de Papel heel veel actie zag, wel een beetje romans zag, mm-hmm. was het in dit geval heel veel romantiek en heel weinig actie. Ja. Ja. En dat is tot aflevering 2 nog. Ja. Nee, dat klopt. Maar is dat, blijft dat ook zo? Er gaat wel meer actie komen, zeker. Ja, maar de look and feel in zijn geheel is wel wat anders, denk ik. Nee, deze serie is totaal eigenlijk anders wat we gewend zijn van La Casa. Ja. In de zin van, er komt zeker heel veel romantiek bij kijken. Ja. Waarbij bij La Casa vooral... als we kijken naar locatie, was het vooral op één locatie. Eén bank. Ja, één bank, precies. Wat dan ook was. Spanish Bank of zoiets. Hoe heet die? De munt. Ja, maar nu ga je ook... En dat vind ik... Kijk, dat is dan weer iets persoonlijk. Ik vind het fijn dat je dan meerdere locaties ziet. Er worden een soort van koppels gemaakt. Ja. En die volg je. Dus het is, je hebt Berlin en dan heb je nog twee andere koppels die je volgt. Ja. En dat, ja, dat is persoonlijk, denk ik dan, man. Ja, weet je wat het ook? Het gaf mij ook een beetje Lupin-vibes, man. Snap je wanneer ik dat zeg? Ja, zeker. Want zoals ik zeg, bij La Casa was het echt vooral... kwamen ze met die Dali-maskers. Ja. Gewapend en... Ja. Oké, er waren wel eens van de trucjes en zo, maar er zat veel meer actie in. Mm-hmm. En dit is eigenlijk een soort van Lupin in de zin van alles wordt sneaky gedaan. En mm-hmm. dan is er een soort van achteraf, hè, wat je bij Lupin ook ziet, van wat was de oplossing? Wat hebben ze gedaan daarvoor? Ja. Die vibes geeft het echt. En ook omdat het deels in Parijs afspeelt. Ja, dat ook. Fucking verwarrend. Die man in Berlin, hij spreekt Spaans en het speelt zich af in Parijs. Ja. Nee, maar wat je zegt, het gaat over Berlin. Ja. Maar je leert veel meer andere karakters kennen, hoor. Ja, klopt. Het is niet alleen maar de focus op Berlin. Dat is ook wel het mooie. Maar ik weet niet. Toegevoegde waarde, want die karakters die zie je niet meer terug in La Casa. Nee, klopt. Misschien gaan we die in de toekomst misschien verder Denk zien? Je dat er een nieuw seizoen komt? Is er einde? Je hebt einde gezien. Ja. Komt er een nieuw seizoen?
Dat durf ik niet te zeggen. Nee? Maar ik denk het wel. Ja, je denkt het ook. Ik denk het wel. Ja, dan ben ik benieuwd. Dan ga ik hem misschien wel afkijken, man. We gaan verder naar Hakan dan. Ik heb de eerste vier afleveringen gezien. Ja. Oeh. Dus, progressie in. Ietsjes meer. Ja. Want daar dit, hebben is, dus. Dit is echt leuk eigenlijk voor je. Ja, dat is twee treders. Hakan gaat naar vier treders. En jij bent die acht treders. Ja. Zullen het vaker doen met films doen? Met films. Jij kijkt de eerste half uur. Hakan kijkt de eerste uur. En dan kijk ik de rest. Maar wat me opvalt is... Dus wat jij zegt klopt. De eerste twee afleveringen is heel veel romantiek zit erin. Mm-hmm. En nou ja, romantiek. Hij zelf is, het is niet een romantische film of zo, maar hij zelf is heel veel bezig met vrouwtjes. En op een gegeven moment, dus ik zit nog bij aflevering 4, dan zijn ze klaar met die heist. Mm. Dan zijn ze klaar. En dan denk je bij jezelf van, ja, maar ik heb nog 4 uur. Dat is ook waar anders. Gaat het naartoe? Ja. En dan zie je in één keer... Inderdaad, wat Mirza zegt, je ziet koppeltjes vormen. Mm. Want ik ben nou dus einde van aflevering 4. Mm-hmm. Er zit dus één koppeltje, die zit dan ergens in de problemen en die worden gesnapt. Mm-hmm. En in aflevering 5 komen ze eruit. In aflevering 5 waarschijnlijk. Dat weet je inmiddels. Nee, dat weet ik nog niet. Nee, maar dat ga je wel vanuit. Ja, daar ga je natuurlijk wel vanuit. Ja, dat is wel typisch. Hè? We weten dat ze eruit gaan komen. Ja. Alleen dan ga je weer kijken en dan... krijg te zien hoe ze eruit zijn gekomen. Maar weet je wat dat ik ze eruit komen? Weet je wat ik wel vind? Als wij series kijken, ik heb echt moeite met die series kijken. Ik ook. Want als een serie niet pakkend is, dan zit je echt dan. Het is geen film van een uur of twee. Als je dan een serie kijkt, een Netflix upload in één keer 8 afleveringen, en als zo'n 1 aflevering 50 minuten duurt en je vindt het geen zak aan, dan moet je 8 uur moeten doorheen kijken. Ja, ik wil daar nog. Maar ik heb daar wat aan toe te voegen. Ja, vroeg zeker wat. Tuurlijk, zeg. Wanneer Flash halverwege stopt, vond je het niet leuk. Nee, maar, en nu loop je te klagen dat alle luister. Acht in één keer erop staan. Luister, nee, ik loop er niet over te klagen. Maar zeg, als die serie jou niet interesseert, je vindt het niet leuk, is het gewoon moeilijk om die 8 uur door te gaan. Ja. Dat is gewoon, en bij deze, La Casa de Papel was sowieso al een topserie. Dat ten eerste. Zo moeilijk te evenaren. Dat sowieso. Ik heb de eerste 2 seizoenen gekeken. En toen dacht ik op een gegeven moment, net als bij Prison Break, denk ik van oké, dit wordt nou een beetje herhalen. Mm-hmm. Je hebt de eerste gezien in de bank, de tweede buiten de bank, de derde gaan ze weer een bank in. Dan heb je ook een beetje met Prison Break. Nu het zegt. Ja, Prison Break, in de prison, uit de prison. In de prison, uit de prison. The Theory Podcast. Ja. Is het gewoon hetzelfde eigenlijk. En, maar bij deze, het blijft leuk. Je hebt eindelijk weer na zo'n lange tijd... heb je weer zo'n serie, weet je wel, met cliffhangers, weet je. En dan denk je van... Ja. Want wat jij zei vorige keer... Lupin had het beginnen, ook. Ja, Lupin heeft het ook, dat klopt. Maar wat jij vorige keer zei, weet je, van... je kijkt hem in één keer door. Ik zei al van, nee man, nee, ik hou er niet van. Maar het is echt persoonlijk. En ik heb ook andere recensies gelezen. Het is wel gemengde reacties, hoor. Hij scoort wel hoog. Hij scoort hoog, maar er is ook best wel wat kritiek op. Dat zeker wel. Zoals? Wat heb je allemaal kunnen vinden op het wereldwijde web? Op het wereldwijde web. Ja, nee, het was meer dat de formule anders is gemaakt. Zeg maar. Wat mensen verwachten, die formule van La Casa, zeg maar, dat die doorgaat. Ja. Dat is meer de verwachting. Het is een spin-off, weet je. Dus je kunt verwachten dat je nou niet de tactiek van de professor krijgt. Maar de mastermind van Berlin, hoe hij het aanpakt. Ja, Berlin was wel een geliefde karakter. Maar ik wil eigenlijk wel weten wat zijn karakter hem heeft gevormd. En niet zozeer wat voor heist hij heeft gepleegd. Ja. Voordat die dingen was. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, maar dat dan heb je wel eigenlijk weer gewoon een serie dat totaal niks met La Casa te maken gaat hebben. Maar je gaat dan wel een soort van een kijkje krijgen in zijn leven. Soort van, en wat hem zo'n gek heeft gemaakt. Want hij was best wel gek. Hij was zeker gek. Einde van seizoen 1 laat hij zich bijvoorbeeld gewoon overhoop schieten, weet je wel. Ja. Maar tegelijkertijd was hij ook gewoon allerlei gekke dingen aan het uiten. Wat heeft ervoor gezorgd dat hij zo on the edge leeft? Ja, maar je leert hem wel kennen tijdens deze serie. Ja, je leert qua hoe... Waarom hij zo gevoelig is. Waarom zo gevoelig is. En ja, tuurlijk ook hoe romantisch hij best wel is, weet je wel. Hij had wel een hele masterplan inderdaad om die vrouw in te pakken. Oh, heel erg. Die ging hij echt heeft ver, er veel voor over. Ja, hij ging echt ver. Ja. Hoe heet hij in een Nederlandse programma ook alweer? Waar die stalkers gaat opzoeken. Hoe heet die gast ook alweer? Oh. Daar komt hij. Oh. Er is zo'n programma toch? Op SBS of RTL of zoiets.
achternaam Zeeman of zo was het? Ja, zoiets. Ja. Ja, oh ja, Zeeman. Ja, zoiets. Ja? Ja. Zeeman. Ja, Zeeman moeten we op hem afsturen dan. Ja, maar... niet de winkel. Nee, ik heb ook de making-of heb ik het even teruggekeken. Ah, ja. Zeker. Alex Pina, in ieder geval de director van ook van de La Casa-serie. Regisseur bedoel je? Regisseur, Ja. Director. Ook ja, ja, directeur, is verwarrend. Nou... het is al inmiddels een bedrijf, volgens mij. Hele franchise. In ieder geval, hij geeft aan dat deze serie... dat het groter is qua project dan La Casa. Snap ik wel. Want, geloof ik ook wel. 8 afleveringen is gemaakt in 8-9 maanden. Is het gefilmd. Ja. 287 sets, 150 verschillende locaties. Ja. Het is echt intensief geweest wat ze hebben gedaan. Ja, dat geloof ik. Ja. Ja, bij de vorige was het vooral binnen de bank... Ja. En dat waren dan meer... Ja, is dat echt met een bank? Denk ik niet. Ik denk dat het vorige ook een set was bij La Casa. Alleen, dan had je een soort van stages die je gewoon heel de tijd terugkomen. Ja, heel af en toe gingen ze dan uit huis, soort van. Ja. Alleen voornamelijk speelt het af of in de kantoor van die, of in de vault, of in de gang, of boven in de kamer waar zij ontbijten en lunchen. Mm. En dit was gewoon inderdaad, in de eerste 2 afleveringen zag je al... binnen zijn huis en dan in het restaurant, in een café of hier of daar of zus of zo. Ja. In de kerk, in de kelder van de kerk, noem het maar op. Mm-hmm. Dus alleen alle 2 afleveringen had je al veel meer sets dan heel La Casa bij elkaar. Ja. Dus ik snap het wel. Maar is je mening nu veranderd, nu je ons hebt gehoord een beetje? Kijk, ik ga je wel zeggen... Er komt meer actie, maar het is niet dezelfde als La Casa, dus ja... Nee, ik ga je wel zeggen, je moet er niet speciaal voor kijken, maar misschien als je niks te doen hebt, laat ik het zo zeggen. Gewoon wel eens tijd te verdoen. Als ik tegen jou zeg, zal ik One Life kijken van Anthony Hopkins, toch? Die we zo net hadden met die nazi kinderen en vluchtelingen en noem het maar op. Ja. Of de rest van deze seizoen. Ja. Misschien beide niet. Oké. Nee, ik zeg wel, kijk deze af. Ja, ik weet niet. Ik ben sowieso niet zo'n heel grote... Ja, we doen nu net alsof het een first of a world problem is. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik ben sowieso niet van de series. En wat eerste 2 afleveringen wat ik daar heb gezien... echt verveelde me echt extreem. Ja. En er komt wel iets meer actie, zeg je. Ja. Maar het is niet dat La Casa mindset. Het is meer alsof ik naar een soort van Lupin met liefde kijk. Ja. Kijk, er gaan weer dingen komen zoals van, oh, hoe komen ze hieruit? Ja. Uiteindelijk komen ze eruit, dat weet je. Het is echt een dingetje geworden van Netflix, heb ik het idee. Ja, maar ook gewoon La Casa en Lupin. Ja. Je weet iedere keer wat er gaat gebeuren. Maar je wilt toch doorkijken. Ja, ik keek ernaar uit. Maar als het gewoon een backstory was van hoe hij is gevormd zoals hij bij seizoen 1 was, dan vond ik het tof. Alleen, het is nu een soort van een heist wat je volgt van hem. Heist. Nou, en zoals dat... Nee, ja. Tot midden. Ja, oké. Okay. Eén heist. Ja. En dan gaat het nog door het verhaal daarna. En daarna begint en de actie, volgens mij. En het zijn een soort van 3 liefdesverhalen. Zo moet je het zien. Ja, oké, ja. Ja. Hij gaat wel afkijken. Terwijl waarschijnlijk dat in het begin... Ja. Dat vind ik nog het mooiste. In het begin wordt hij duidelijk gezegd... geen relaties. Ja, hij overtreedt eigenlijk maar dat eigen... was, ja, dat was ook bij, maar dat was ook bij Professor. Yeah. Oh ja, mag het ook niet, maar dan had je Rio en dingen en noem het maar op. Die hadden ook allemaal relaties. Ja. Conclusie? Zullen we dat eens even doen? Ja, ik weet niet of ik jou aan jouw conclusie rating wil vragen. Dat vind ik ook zo'n beetje... Nee, ik zou 2 zeggen. Ja, precies, op basis van... Laten we voor deze ene keer mij er tussenuit laten. Ik laat aan jullie over, jongens. Ja, oké. Hakan. Een conclusie ratingje. Ik vind hem pakkend. Hij gaat... einde van iedere aflevering denk ik van... Oké, nog eentje. Nog eentje dan. Zo, en je blijft doorgaan. Mm. Dus... daar zijn ze wel goed in, hè? Ja, dat heb ik al lange tijd niet meer gehad bij een serie. Ja. Na Lupin dan, weet je. En daarvoor al heel lang niet meer. Mm. Dus ik vind het leuk, interessant. Er zit weer actie in. Dus ik wil hem sowieso afkijken. Ik ga hem ook afkijken. Je moet Beef kijken. Oké. Daar zit ook. Daar zit ook aan het einde van wat gaat gebeuren. Maar Beef was vorig jaar echt mijn favoriete serie, man. Maar ik wil het op dit moment geef ik het echt een 3,5. Ja. Ik sluit me daarbij aan. 3,5. Ja, het geeft ook 3,5. Ja, kijk, lekker, man. Nee, het is een keer wat anders. Ja. En weet je. Als je nog over twijfelt.
Kijk, als je tijd hebt ergens. Of anders kijk Beef. Of anders kijk Beef. Staat op Netflix. Ja, kijk. Ik ben zelfs van promotie maken geworden. De prequel Berlin geven we 3,5 ster. En toevallig hoor ik iemand zijn maag knorren. Dus laten we gelijk door. Yes. Nee. Ik heb wat lekkers bij hem, jongens. Oeh. Ik heb Warheads bij hem. Warheads. Dat zijn die zure snoepjes uit Amerika. Wat Amerikanen zuur vinden. Laat het van de camera zien, hoor. Warheads. Niet te verwarren met raketkoppen, weet ik veel hoe die dingen noemt. Zo dit noem zijn five fruity flavors, sour outside, sweet and chewy inside. En Lil Worms. Dat is een rappersnaam lijkt het Lil wel. Worm. Lil Worms. Lil Worms. Lil Worms nog van Lil Worm on the beat. Worms? Oh ja man. Die computerspelletje. Oh ja. Dat je elkaar moet opblazen. Thanks. Damn. Jongens, ik open hem. Ga je niet ik hoop echt niet dat deze ook ingepakt is, die Mike en Ike. Weet je wat, dat ze in die kartonnen doos zitten. Lijkt het op Mike en Ike? Zal ik je zeggen dat ik helemaal niet verrast ben? Want hij kan sturen een foto in een WhatsApp groep. Ik zag deze op zijn tafel liggen. Epic fails. Yeah. Ik doe alsof ik verrast ben, maar ondanks dat ik doe alsof ik verrast ben, best goede acteur. Hey. Is dat niet gewoon een Mike en Ike, alleen anders? Beetje? Nee man, Mike en Ike, dat waren die soort van die jelly beans. Ja, die hadden zo'n krokante buitenkant, deze niet. Okay. Ga even kijken of ik hier zin in heb. Kijk maar even. Product sold by weight, not volume. Hakan, ik vraag me toch altijd af, hoe kom je aan deze dingen? Ja. Ik ben dus naar de snoepwinkel gereden vandaag. Oh, de snoepwinkel. Hey, je hebt ook nuclear waste of zoiets. Dat zijn ook van die zure snoepjes. Ja, die heb je daar ook. Die moest je halen, man. Ik dacht echt een nuclear waste. Ja, kom je daar aan? En je hebt ook Dr. Sour, had je er ook liggen. Die wil ik ook even een keer proberen. Even jongens, tas toe. Mesa. Mesa, pak even een handje. Mesa, hallo. Mesa. Nee, ik heb... Ramadan, wat? Ja, Ramadan. Jammer dan. Nou, dan Hakan en ik het hele zakje op, hoor. Daar gaan we. Welke dingen is dit? Zeg maar eerst of die zuur is, of niet? Mm. Nee, helemaal niet. Nee, is hij niet zuur? Nee, totaal niet. Ik dacht dat hij zo'n zure... Ja, dat dacht ik ook. Amerikanen met een zure... Extreme sour. Kijk uit, hè? Zuur, hè? Nou. Oh, dat is helemaal niet zuur, dit. Nee, ik dacht dat hij heel zuur was. Nee. Ik dacht dat die zure matten van Luco Luke nog zuurder zijn dan dit. Oh, oké. Okay. Ja, die hadden ze ook. Maar ik dacht, die kennen we wel. Nee, dit valt mee. Mm. Wel lekker, dat wel, maar... Ja, is wel lekker. Te klein of zo, weer. Ja. Dit doet me denken aan iets anders, ik weet niet wat. Aan? Andere soort snoep. Merk, die heeft het ook, toch? Welk was het ook zo? Lil in size, huge in flavor. Oh. Geen idee. Ik ben even gefocust op mijn snoep. Actual size. That's what she said. That's what she said. Dat heb ik nog steeds het mooiste. Die, consider this my retirement from comedy. Wow, that's really hard. Zie je hem zo kijk zo? Wow, you always pleased me with your jokes. That's what she said. Thank you, thank you. En dan loopt hij weer terug naar binnen. Ik ga binnenkort de Office weer terugkijken, man. Ja. Dat is zo'n geniale serie. Maar ik kan altijd gewoon één keer in zoveel tijd kunnen gewoon weer op terugvallen. Mm. Dat is zo goud, jongen. Dat is helemaal. Maar ik las wel dat ze iets van een nieuwe spin-off of zoiets maken, man. Ja? Ja. Met dezelfde acteurs? Of? Nee, dat niet. Mm, dat is jammer. Maar Michael Scott, hij moet terugkomen. Ja, maar ik vond de UK vond ik wel leuker of zo, man. Met Ricky Gervais. Maar ik denk dat het ook daaraan ligt. Ja, misschien. Dat was een zwakte voor Ricky Gervais. Maar okay, zijn nieuwe Netflix-show moest echt troep zijn, schijnbaar. Echt? Ja. Oh. Maar als je tegen mij in shock brengen. Als je tegen mij Ricky Gervais zegt, dan moet ik altijd aan de Golden Globes denken. Ah, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik heb, met die dingen. I don't care. Mm. I know he is your friend, but I don't care. Ik heb de Office nog nooit gezien. Ik heb de Office nog nooit. Schaam je? Schaam je? Schaam je? Schaam je? Ja, schaam je? Toch? Schaam je? Schaam je? Even in shock brengen. Even die baksteen daar langs je voet. Hoi, hoi. Nee, maar de comedy of de Office US is gewoon. Aparte humor, die moet je gewoon snappen soms. Dat is of is US, hoezo? Seizoen 1? Is best is 1 op 1 van UK overgenomen, hè? Oh, echt? Ja, met dat hij iemand moet ontslaan en dat hij maar niet kan bedenken wie. Want hij moet iedereen op werkvloer te vriend houden. Ja, ja, ja. Dus die is gewoon 1 op 1 overgenomen. Daarna
11 seizoenen kwamen daarna nog uit. Dus in totaal 12. Mm-hmm. Daar vanaf dat punt begint er wel gewoon wat anders te worden. Ja. Maar zitten daar grappen in die nu, als die zou uitkomen, dan zou die show helemaal gecanceld worden, man. Oh, ik dacht, oh ja. Ja. Ik dacht dat jij mij wat vroeg, maar... Nee. Dus nu zou die show gewoon helemaal gecanceld worden, die serie, met die grappen. Maar dat is zo lekker om het kijken, ik weet niet. Omdat die in, hoe heette die vrouw, die HR volgens mij was zij. Welke? Dat zij naar een zo'n zaaddonor of zoiets had en dat die... Die dikke gast ook weer zo naar de camera draait. En dan zegt hij van, ik heb ook gedoneerd of zo. Dit en dat. Ja. Of die fire dingen, toch? Dat die, fire drill. Fire drill. Ja. Iedereen rent. Die heb ik dan wel. Dat is ook zo'n meme. Hij gooit zo die fire hydrant of die vuurslang of zoiets. Gooit hij door die snackautomaat. Heeft hij zo'n handje vol met chips zo. Ja, en aan de andere hand ook nog allemaal snacks. En toch die scène met everybody stay calm. Dat was Dwight. Van die dingen inderdaad. Ja, klopt. Een keertje zaten ze in een lift opgesloten ook. Ging die altijd in de hoek pissen. Ja man, groot. Ja man. Maar... Ja, haak hem lekker man. Ja toch? Je hebt eentje gehad hè? Ja. Ja, en ook even nostalgie opgehaald hè. Wat werkt het menselijke brein toch ook raar soms? Ja, dat je gewoon van snoep in één keer naar de office gaat. Hè? Ja. Heerlijk. Zullen we verder gaan naar de volgende film? Laten we naar Waterman. Waterman. Aquaman and the Lost Kingdom. Jongens, wat... Ja, ze hebben hem gevonden, de Lost Kingdom. Gelukkig maar. Ja. Die waren ze even kwijt. Zeg maar, dus... ik wil eigenlijk eerst Mirza's mening horen, want die is top. Mirza zei top. Ja, weet ik veel waarom Mirza's... top zijn. ik was dronken. Ja, Mirza's dus was teleurgesteld. Volgens mij had ik 2 keer flop gezegd. Doordat ik, ja, weet je wel, zou ik een keer top zeggen. Voor de verandering. Okay. Maar wat heb je een woord? Ja. Nat. Zeg het eens. Nat. Nat. Heel erg nat. Paling. Nee. Vissen. Weet ik veel. Een paar woorden. Ik ben blij dat het afgelopen is. Die DCUE Extended Universe. Oh ja? Denk je dat? Ja. Oh. Komt er nu nog een film? Nee, dat weet ik niet. De Universe gaat nu beginnen. Niet de Extended Universe, maar dan komt er een compleet nieuwe... We hebben afgelopen episode hebben we alles uitgelegd in die 1 uur 48. Wow. Luister je wel eens als wij wat zeggen? Nee, ik heb heel naar jouw verhaal lopen luisteren. Wat je doet tijdens werk. Nee, dat is leuk. Het is ook nooit goed, jongens. Het is nooit goed. Hoe lang heeft dat stukje geduurd? Dat was 15 minuten. 15 minuten, echt. Ja. Soms laat ik me iets te veel gaan. Ja, ik heb ook soms momenten gehad dat ik dacht van... Gelukkig heb ik ingegrepen. Dan begon die over Iron Man. Ja. En dat hij naar de videotheek ging. En wat er in de snoepautomaat zit in de andere bedrijf. Ik ga er 1 keer niet in. Jongens. Even focussen. We hebben het over Aquaman en niet over mij. Jij bent onze Aquaman. Waterman. Nou, ik vond hem zelf wel leuk. Ja? Je had vroeger een keeper, Boy Waterman. Die AZ, toch? Ja. Jongens, jullie zien het al. Oren en Mirza vinden het film totaal niks. Ja. De keeper Waterman is blijkbaar interessanter dan Aquaman. Nog mooier is, Mirza en ik zaten zo. We dachten van, laten we Hakan overtuigen dat we het echt top vonden. En dan tot de laatste 2 minuten van het segment. Even wat anders. Ik zag Amber Heard. Amber Heard zat er toch wel in. Ja, dat was geruchten. Een dingetje. Dat was een dingetje, in het begin geruchten naar die... Johnny Depp, die rechtszaak met Johnny Depp. Johnny Depp. App en Vloed. Johnny Vloed. dat ze waarschijnlijk zo ontslagen zal worden. Want Warner Bros. Die wou haar er ook niet in hebben. Nee? Maar het is Jason Momoa en James Wan. Ja. Die stonden erop aan van zij moet erin blijven. Want ze heeft best een belangrijke rol. Dit is voor Goodwill. Ja, nee, maar ze is wel uit de ads gekat. Ja, klopt. Ze heeft geen promotie gemaakt. Nee, totaal niet. Was ze niet en shows, ze had heel weinig speeltijd. Ja, ze is naar de achtergrond geschoven inderdaad. Klopt, flink zelfs. Okay. Heel wat inderdaad. Want ik vond het ook al... Ja, als ik niet zou weten dat het Amber Heard was... zou ik bij mezelf denken van... waarom heeft die vrouw zo'n kleine rol? Ja. Want het was echt zo echt obvious dat ze haar de achtergrond klopt, probeert maar te drukken. Als je deel 1 hebt gezien... en dan deel 2 in één keer... Ja, en je hebt die hele maar los daarvan. Zullen bijna zelf denken, weet je wel, van... waarom in één keer dat extreme sprong? Ja. Maar ja, je weet dus wat er allemaal vooraf is gebeurd. Ja. Ja. Ik vond deze film ook een soort van clash tussen Good and Evil. Ja. Tussen links en rechts. Ja, is het tussen ook. Tim Hofman en Shell.
Ja, een soort van. Ja, toch? Ja. Die had de ultieme vervuilers. En dan had je Tim Hofman als Aquaman. Ja, dit is echt zo'n woke-film. Woke-film, ja. Klimaatactivisten die voor BMW's en zo gaat liggen. Ja, toch? Ja. Nee, dat was AZC. Dit was klimaat. Ja. Maar dan vond je het niet zo? Die ene is een vervuiler en die andere was een verbruiker. Ja. Of andersom, zoiets. Maar zal ik anders even voor de kijkers uitleggen waar de film over gaat? Ja, dat is ook wel handig. Ja. Want het gaat dus over Aquaman, die wat een die is nou koning van Atlantis. Atlantis is het inderdaad. Ja. En hij is zelfs koning van het oceaan. Hij is ook koning van de zeven koningen, omdat hij de en van de verloren koning kingdom. Ook. Maar die hebben ze later gevonden. Ja, die hoorden er eigenlijk bij. Dat was nummer 8. Ik snap er helemaal niks van. Waar is hij nou koning van? Oh, rustig, rustig. Hij is gewoon koning van... Je komt er vervolg van. Houd bij, hij is koning. Klaar. Gewoon. Ja, okay. De prequel spin-off komt eraan. Rustig. Hij is koning van Oceaan. Zin in. En daar komt Black Manta. Die komt. En die wil dus wraak nemen op zijn... op Aquaman, omdat hij zijn vader heeft gekild. Mm-hmm. Dat gebeurt in deel 1. En waardoor dus Aquaman uit... Hij weet niet wat hij precies moet doen. Hij haalt zijn broer, haalt hij terug. En dan gaan ze op avontuur om Black Manta tegen te houden. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk, kort gezegd. Maar ik vond die echt heel kort, maar... Zonder veel... Ja. Gozer, ik ben 3 keer onderbroken met je... Hey, nee. Als we het over 2 minuten weer niet over Waterman hebben... en over voetbal, dan vind ik knap. Ronald Waterreus. Marco Reus, wat? Nee. Hey, maar ik vond wel dat ze echt... ik zeg het bijna bij elke DC-film. Weer zo'n James Gunn tintje, toch? Een beetje dat humoristische randje en noem het maar op. Een beetje te veel, too much. Ik vond het echt best wel... Ik vond de humor die erin zat niet leuk of zo. Nee, de humor vond ik ook niet leuk. Ik vond heel veel dingen vond ik onrealistisch. Bijvoorbeeld, rookscène. Gooit hij bijvoorbeeld rook naar binnen en dan als onzichtbare dingen gaat hij naar binnen. Terwijl als je even de wetenschap erbij pakt, als je onzichtbaar bent en je gooit rook naar binnen, dat is een beetje onrealistisch. Wanneer je iemand uit de gevangenis, wanneer die broer uit de gevangenis wilt halen. Ja. Dus quantum physics is dat toch? Ja, want als je als onzichtbare persoon de rook ingaat, dan gaat dat rook om je heen. Ja, dan val je juist op. Precies. Dat is, maar ook de water physics, man. Toen ik de film zag, ik moest gelijk denken aan die ene aflevering van The Corridor Crew. Ik haal het heel vaak aan. Ga checken, dat is echt superleuk. Mm. Van Little Mermaid. En daar hebben ze het over... waterphysics is sowieso lastig. Ten eerste haar bijvoorbeeld is echt lastig. Want dit haar wordt dus schijnbaar door CGI gedaan. Dan krijgen ze zo'n leuk dekseltje op en dan dingen. Ja, maar zie als je haar zo altijd achter hem. Want normaal, als je in water gaat, gaat haar alle kanten op gewoon. Maar dat gaat ook heel de tijd zo voor je gezicht liggen. Dus gaat ook heel de tijd voor je gezicht liggen. Ja. Maar dat ziet er natuurlijk niet uit. Nee, dus, klopt. Dat haar is heel erg onrealistisch. Hebben ze net de pech met Jason Momoa, die... best wel wat haar heeft. Ja. Nee, maar ook hadden we de Vin Diesel kunnen pakken of zo. Onder water verandert de... Ja, hoe noem je dat? De realiteit. Je bent onder water, ben je dan nog nat? Ja. Ben je dan nog nat? Ja, zeker. Je bent heel erg nat. Oh. Continu. Nee, maar ik bedoel meer van als je boven water komt... dan is het inderdaad heel veel lucht. Maar dan heb je water op je. Maar onder water zit je in water. Dus er zit geen water op je. Zwaartekracht. Maar dan moet het lichaam ook niet gaan glimmen. Mm. Dus wat wij nu hier zijn... Kijk, er zit weinig glans op mij. Moet ook onder water gewoon hetzelfde zijn. Ja. Nu hebben ze dat wel deels gewoon netjes gemaakt. Maar dan bij dingen doen ze dat ook. Dan smeren ze toch wel een laagje glans of zoiets erop. Mm. Waardoor het lijkt alsof ze nat zijn. Maar dat is in werkelijkheid is dat niet het geval. Ja. Want onder water bestaat het niet. Bestaat niet zoiets als ik ben nat of ik word nat. Ja, ik snap want je zit in water. Ja. En even kijken... Oh ja, en natuurlijk de diepte en zo, man. Dat is ook een beetje onrealistisch. Want als je onder water zit en het is best wel diep onder water... Ja. Dan ga je meestal niet verder dan 30 centimeter zien. Maar hier zit je onder water en je kan de hele kingdom zien. Dus dat is een beetje onrealistisch. Ja, maar de hele kingdom is helemaal verlicht. Oh ja.
Dat zal het zijn. Nee, maar dan nog. Als, nee. Als het bijvoorbeeld heel veel zon opschijnt, dan ja, zie je ook niet verder dan 5 meter nee, of zo. Nee, oké, dat snap ik. Dus, ja, het is ook geen echte wereld, toch? Ja, maar... Atlant, zeker wel. Maar, nee, maar even serieus. Jij zoekt, jij zoekt realiteit in een superhelder film dat zich afspeelt in Atlantis ik heb onder water. Over, ik heb het over de Aquaman dingen. Of over de Corridor Crew dingen. Ja. Theorieën van onder water. Want onder waterfilm is eigenlijk heel anders dan dingen. Ja, maar wat wou je dan? Dat je 2 uur gaat kijken naar een camera wat nog net 50 centimeter voor zijn neus kan zien. Ik vond die watersens ook nog best vrij weinig hoor, voor zo'n film. Ja, waarbij je waterkoning bent. Ja, oh ja. Ja, dat is wel, vrij weinig. Ja, ja. Little Mermaid had meer. Ja, maar was het niet meer omdat hij nu ook een leven boven water heeft? En zo. Ja, volgens mij had hij dat toch? Of had hij dat al? Ja, ik heb de eerste deel niet gezien. De eerste deel had hij ook. Oh, had hij dat ook? Okay. In deel 1 komt hij juist achter dat hij Oké. En dan nog iets over IMAX, man. Ik krijg het idee, want deze film heeft IMAX 3D. 3D, ja. Dat is best wel een tijdje geleden dat we naar 3D zijn gegaan. Ja, ja. Maar deze film had 3D. En ik denk echt bij mezelf, waar de fuck hebben ze... Waar de fuck heb ik iets van 3D gezien hier? Geen toegevoegde waarde, kijk, bij Avatar loop je tenminste door die bosjes. Bijvoorbeeld dan loop je hier zo door die 2 plantjes heen. En dan heb je diepte en dan krijg je die planten soort van op je afkomen. Dat was hier niet het geval. Ik had niet eens in de gaten in de 3D, kijk. Ja, precies. En ik denk soms bij mezelf, dat doen ze gewoon voor die toeslagen, heb ik het idee. Ja, 100%. IMAX doen sommige gasten ook, want sommige films hoeven geen IMAX. Maar dan doen ze hem toch in IMAX. Mm-hmm. En dan ga je naar die film. Ik denk dat ze dat gewoon puur voor die extra winstmarge doen, omdat... Als je een IMAX filmt, krijg je een extra IMAX poster. Draai je altijd in zaal in. Ga je buiten, krijg je dan altijd een mooie banner van nu available in IMAX. En noem het maar op. Klopt. Dus ik denk dat dat gewoon puur voor de marketing is. Dat ze gewoon een film die eigenlijk niet is voor IMAX is bedoeld. Gewoon in IMAX filmen. Ja. Ja, misschien oké, Aquaman misschien wel. Omdat je een ondergrondse of onderwater wereld creëert. Mm-hmm. Heel groot, noem het maar op. Dan snap ik het misschien nog maar. Maar de 3D-functie... De 3D-film is toch niet de waarde. Dat nee, klopt man. Wel. Maar ik denk echt dat het gewoon een soort van marketing-trucje is, man. Ja. Je krijgt allemaal gratis promo bij en noem het maar op. Ja. Maar ik vind de cijfers ook een beetje raar, man. Met die tomatometer en audience score. Dat is echt dat ver klopt. Van elkaar, toch? Ja, dat viel me ook wel op. Want op IMDb scoort hij 6 op een 6. Hmm. En op tomatometer krijgt 35%. Terecht. En dan de audience score, die geeft dan weer 80%. Ja, ja. Nou, maar dat hebben we al vaak gezegd. Tomatometer, dat is echt, dan gaan ze echt op details letten. En ja, audience score, dat zijn gewoon jij en ik die naar de film gaan. En 9 van de 10 keer, mensen die naar deze film gaan, op ons nadam, zijn gewoon echt mensen die hiervan houden. Ja. Zijn die DC-fanaten, superheld-fanaten en mensen die science-fiction-films leuk vinden. Bij wijze van. Er moet toch iemand de film slecht hebben gevonden? 80% is toch best wel hoog, ik weet niet hoor. En op Letterboxd scoort hij een 2,4. We zijn waarschijnlijk allemaal van die geeks. Ja, oké. Okay, ja. Ja, maar dat zat er ook toen wij daar zaten. Ik zag echt mensen zitten waarvan ik dacht van... Oh, oké. Okay. Zal ik maar gelijk naar conclusie en rating gaan? Of wacht, volgens jullie moeten mensen deze film kijken? Ja, of niet? Kijk het. Het is de laatste Extended Universe film. Ja. Hopelijk. Kijk het en doe er niks mee. Gooi het weg. Ja, ja. Zoiets. Nou, ik, zoek mijn theorieën op. Of niet mijn theorie, die van de Corridor Crew. Dat is echt leuk. Als je nadat je dat filmpje hebt gezien en je gaat dan naar de film, dan ga je kijken echt naar die film met onderwater physics. Ja. Hmm. Okay. Ja, maar dat is een voorbeeld hoe het niet hoort. Ja, hoe het wel maar hoe het juist niet moet. Ja, Art is subjective, zeggen ze toch altijd. Een film is art. Dus misschien ervaart de kijker het anders. Ja, als je deel 1 hebt gekeken, vind ik wel dat je deel 2 moet kijken. Dat wel. Dat wel, ja. Dus, om het af te maken. Weet je, om het verhaal af te maken. Je gaat Rebel Moon Part 2 kijken. Ik hoor het. Conclusie en rating. Ja, conclusie en rating. Ik had de film niet hoeven te zien. Ik vond echt niks aan, man. Maar ondanks dat geef ik het wel 2,5, man. Het is ook niet zo de slechtste film van het jaar of zo. Oh nee, daar heb ik wel een lijstje van. Nee. Ja, jij hebt hem nummer 2 staan. Nee, ik vond hem echt leuk. Ja, ja, dat kan. Op 2 of 3 of zo zelfs. Dat kan. Je had Oppenheimer op 2 staan. Ja, dat vond ik raar. Spider-Man had ik op 1, Oppenheimer op 2. Ja, dat kan nog wel. Aquaman stond zelfs op 4 volgens mij. Maar goed, meer dan. Jouw mening telt niet. Nee. Jij bent geen... Wat kan ik er ook aan toevoegen? Ik geef het 2. Ja. Ik vind het niet echt bijzonder of zo. Nee. Ik heb er ook niet aan met plezier naar gekeken. Leuke acteurs. Jason Momoa, Patrick Wilson. Patrick Wilson, dat is toch van... Dat is Barney van How I Met Your Mother, toch?
Patrick Wilson. Ja, toch? Ik heb Howard met je mother nooit gekeken, man. Oh. Ah, volgens mij zei je dat. En anders pech. Weet ik veel. Maar hij geeft het twee, man. Ja. Moet ze kijken? Ja, weet ik veel. Ik vind een rare film. Ik kan ook niet per se uitleggen waarom ik het echt saai vond. Ik heb echt verveeld gewoon tijdens de film. Ja, maar ik heb ook... Dit is weer de zoveelste filmsoort of zo. Ja, het is wel een superhelder film, maar het is toch wel onder water. Dat is ook niet zo vaak gebeurd. Dat is pas de zesde film van Aquaman. Rustig, Hakan. Ik ben even aan het praten. Maar geeft dat dan extra iets? Ik bedoel, dit verhaal kon ook op land, toch? Ja. Bijvoorbeeld. Is het omdat het op water is nu speciaal? Of zo? Ja, qua creativiteit is het wel gewoon... Ja. Wat lastiger voor de producenten. Iets meer werk. Ja, voor hun. Maar voor mij was het niet echt iets. Ik bedoel? Ja. Ik weet niet. Zoals ik zeg, ik vind het ook heel lastig om uit te leggen waarom ik het echt zo ruk vond ook, man. Mm. Ik heb me echt verveeld tijdens de film. Ja, ik ook. Begon ook met elkaar te praten. Hey, hey, hallo. Subway Surfer gespeeld samen. Nee, jouw cijfer en dan gaan we afronden. Nou, ik vond deel 1 vond ik sowieso beter. Ik geef het een... Nee, daar staat niks op. Ik dacht dat ik het op had geschreven. Oh. Maar ik geef het gewoon een 3,5. Okay. 3,5? 2,5, 2,5. Wat zeggen we? 2,5? Wat is het eigenlijk? Is het 2,75 of zoiets, toch? Weet je, laat Hakan maar bepalen. Hakan bepalen. Doe jij het gemiddelde? Dan geef het een 3. Een 3, kijk. Een 3. Heel mag jij afkondigen? Wat geef je dingen? Wij geven Aquaman... En The Last Kingdom. Nou jongens, ik kom even niet op het woord, sorry. Wij geven Aquaman en The Last Kingdom een 3. En daarmee hebben we alle films en series besproken. Dames en heren, voordat we de aflevering gaan afronden... is het eerst tijd voor Top or Flop. Want over 2 weken zijn we weer terug met 3 nieuwe films. Ditmaal 3 films, inderdaad. En we beginnen met Jason Statham in The Beekeepers. A Beekeeper. Hakan, top of flop? Top. Top. Ik zeg flop. Film 2, Society of the Snow. Flop. Top. Ik zeg ook top. Film 3, Priscilla. Flop. En top. Ik zeg top. Hakan, Beekeepers. Top. Ja. Waarom? Jason Statham, altijd actie, altijd leuk. Oké. Okay. Alleen zijn laatste film dan weer niet, maar... Ja, maar wacht even. In de laatste film was hij ook de enige die goed deed. Hè? Ja, nee. Spendels was gewoon een en al kut. Maakt niet uit. Ja, maar hij was de enige die het een beetje goed deed. Daar waren we over eens. Ja. Priscilla? Wat zei je tegen Priscilla? Ja, top. Top? Ja, ik denk dat het gewoon... trailer zag leuk uit. En ik denk, Priscilla, dat is van... Elvis Presley. Ik denk dat dit... en geregisseerd door... dochter Sofia van... Sofia Coppola, ja. Dochter van Ford. Ford. Coppola. Niet verwarren met de auto. Niet verwarren met Audi. Coppola. Nee. Nee, ik verwacht dat het echt een goede film gaat worden. Zeker. Ja. En waarom ik Society of the Snow Top zei. Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Okay. Heeft deelgenomen aan meerdere filmfestivals. En heeft een 8 gescoord inmiddels. Serieus? Dus, 4 januari komt hij op Netflix. Ik ben benieuwd. We gaan er naar kijken. Ja. Ik heb ook al de making of gezien. Dat is nog sicker. Oh. Schijnbaar is het hele gebergte op achtergrond. Allemaal CGI. Sick. Dus zeker om iets om op te letten. Daar gaan we het over hebben. Yes. Gezellig. We zijn wederom aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering in het nieuwe jaar. Dus dat is top. Yes. Hey. Inderdaad. Heb je genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify, Apple Podcasts en Podimo. Terwijl je daar rondhangt, vergeet dan niet een recensie achter te laten. Plaats een comment, zet het belletje aan. Deel de podcast met je vrienden. Ook zijn we te vinden op verschillende social media platformen. Waaronder andere Facebook, Instagram en TikTok. Facebook zijn we te vinden onder The Video Corner. Op Instagram en TikTok @TheVideoCorner. We zijn volgende week weer terug met een review van The Boy and the Heron. Maandag om 8 uur op je favoriete streaming service of op YouTube. En daarmee heb ik alles gezegd. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij ook bedankt. Bedankt. Luisteraars, bedankt. Nogmaals, de beste wensen. En tot volgende week. Joejoe. Doei. Hasta la vista, baby. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.